Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van donderdag 25 april van Weerplaza. Er is een wisselvallige en koele periode aangebroken. Vandaag hebben we te maken met storingen die vanuit het zuiden over ons land trekken. De zon is in het noorden nog te zien, verder is het overwegend bewolkt en vooral in Zeeland valt er af en toe een bui. De temperatuur ligt vanochtend tussen de 12 en de 13 graden. Vanmiddag wordt het nog 20 graden in het noordoosten, daar blijft het nog lange tijd droog. In het zuiden vallen soms een paar buien met kans op onweer. Vanavond trekken over het hele land een paar buien en daalt de temperatuur naar 13 tot 15 graden. En vannacht is het vooral in het noordoosten bewolkt en regenachtig. De regen trekt in de loop van de ochtend naar Duitsland weg. De zon breekt door en het wordt in de middag 16 of 17 graden bij een zwakke tot matige zuidwestelijke wind. Op Koningsdag is het vrij koel met hooguit 13 graden. Het is vaak bewolkt en het regent soms. Nu en dan breekt de zon door. Daarna gaat de temperatuur geleidelijk aan omhoog en wordt het minder wisselvallig. Mijn naam is Diana Woei van Weerplaza.